Hoe kun je geld verdienen op het internet met donaties? Dit is het onderwerp dat ik vandaag ga behandelen. Ik ben Renaud Wiel van kanaal Sputnik. Als je hier voor het eerst bent, mijn kanaal gaat over YouTube tips, internet tutorials en computer how-to's. En met dit gezegd hebben, laten we meteen beginnen. De eerste optie die je kent. Ik zal er vandaag drie noemen. Drie opties om donaties te krijgen op je YouTube-kanaal, op je internetpagina, via het internet. En dit zal ik laten zien. De eerste is via Brave Browser. En dat is eigenlijk een crypto-browser. Dus de link staat in de beschrijving als je die wilt downloaden. En je kunt dan lid worden van als creator zijnde, als je een YouTube-kanaal hebt. En dan kun je creator lid worden. En dan kun je hier rechtsboven kun je een donatie plaatsen. Dus ik heb hier Sputnik en Spreef geverifieerd. En dan stuur je een tip. En dan zul je zien dat deze banner tevoorschijn komt. En dan kun je 1 bat sturen, 5 bat of 10 bat. Ik heb nu niet genoeg, maar dan kan ik dus een tip sturen naar mezelf. Maar op deze Brave browser kun je dus sparen, want dan komen eigenlijk als je surft op het internet, komen er pop-ups hier zo. En zo'n pop-up kun je dan bekijken. En dan kom je op een pagina, een advertentiepagina. En dan bekijk je dat. En dan krijg je een bepaald BAT, dus Basic Attention Token, daarvoor terug. Dus je wordt eigenlijk betaald voor het surfen op het internet. En hiermee kun je tips sturen naar je favoriete content creator. Dus je kunt ook naar internetsites tips sturen. En de tweede site die ik ken is Ko-fi. En deze is ook Brave geverifieerd. Dus ik kan ook een tip sturen naar ko-fi.com. En deze site is eigenlijk een soort van Patreon. Dus hierin kun je dingen posten en kun je je geliefde content creators hun volgen. En hiermee kun je ook bijvoorbeeld, als je hier je kunt ook streams alert neerzetten en je kunt buttons maken. En buttons kun je dan op je websitepagina kun je dan activeren. Dus stream alerts kun je maken. Je kunt WordPress plugins maken, widgets, logo's en image om meer donaties te verkrijgen. En ik heb zelf op mijn banner heb ik hier PayPal. En PayPal kun je ook een donatiepagina maken. Dus heb ik hier zo doneren aan Sputnik. Een bepaald maandelijks bedrag kun je dan doneren met PayPal. En dit zijn de drie manieren die ik ken om een donatieknop of pagina te maken voor je YouTube kanaal, voor je internet site. Dus via Brave Browser, link staat in de beschrijving, via Ko-fi, je kunt mij ook supporten op Ko-fi als je dat zou willen, en via PayPal. En met dit te laten zien te hebben, hoop ik jullie genoeg geïnformeerd te hebben. Check ook mijn andere video's en ik zie je terug op mijn andere video's.